Alle mensen worden fit, full body of gesplit, sportpoeder is lit. Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe sportpoeder podcast en met de enige echte Frank en de blanke Frank. Hartelijk dank dat we weer welkom mochten zijn in jouw prachtige gym. En uh, vandaag uh, gaan we het hebben over blessures, want dat is uh, waar iedereen wel eens last van heeft gehad. Deze een benchje of een slecht squat of een... Uh, Kattenlug deadlift zoals we hem noemen. Ja, um, ja blessures. Het um, is natuurlijk best wel een breed begrip. Uh, maar hoe ontstaan ze? Wat is eigenlijk een beetje de definitie van blessures? Het is vaak als je iets van het lichaam vraagt waar de belastbaarheid niet aan kan. En dat is hoe je letterlijk een blessure krijgt. Dus je vraagt een bepaalde inspanning van het lichaam waar de belastbaarheid van het lichaam niet aan kan. Dat is letterlijk hoe je een blessure krijgt. Dus dat is eigenlijk een acute blessure. Dus dat zegt iets, nou je scheurt letterlijk wat af. Laten we het even makkelijk houden. En dan heb je chronische blessures en dat is gewoon, je doet een bewegingspatroon herhaaldelijk, maar op een gegeven moment irritatie gaat veroorzaken, dat op een gegeven moment irritatie zo erg wordt dat je er op een gegeven moment ook klachten van krijgt. Zoals bijvoorbeeld de slijmersontsteking. Slijmersontsteking, inderdaad, tennis elleboog, golf elleboog, een beetje die richting moet je dan denken. Ja, oké, okay. en wat denk jij wat de primaire oorzaak is van blessures in Nederland? Uh, te lage belastbaarheid. Te lage blastbaarheid. Dat mensen eigenlijk niet fit genoeg zijn of niet sterk genoeg. Want. Mag, ik zou het voor nemen even een tennis elleboog komt best wel regelmatig voor. Denk je dat Eddie Hall ooit een last gaat krijgen van een tennis elleboog? Ik denk het niet. Want, tennis, zou, zou je misschien aan de aan de luisteraar uit kunnen leggen wat een tennis elleboog een tennis is? Tennis elleboog is dus inderdaad je bent heel veel armbewegingen die je wilt doen, Doordat je daar echt irritatie krijgt in je ellebogen. Mm -hmm. En dat is over het algemeen komt dat mensen voor die niet een heel hoge spiermassa hebben. Ja. Maar als je Ellie Hall is een van de sterkste personen ter wereld, ja, heel simpel, als je hem een dienblad zou geven met 10 kopjes erop, dat voelt hij niet eens. Leuk. Geef je hem 30 kilo dummel in zijn hand, dat is voor hem gewoon speelgoed, dat is net een pingpongballetje. <laughs> ja. Dus dan ben ik van mening, die zal nooit een tenniselleboog gaan krijgen omdat hij zo sterk is. Dus ik denk vaak wel dat inderdaad als mensen gewoon sterker worden, heel veel klachten automatisch wel weggaan, omdat als de omringende spieren gewoon sterk genoeg zijn, ja, dan voel je die klachtjes niet meer. Ja. Dus dat is een van de manieren om het inderdaad op te lossen. Maar dat is ook iets wat je moet bouwen, toch? Die spiermassa waar jij over. Ja, ja, dus dat is wel. Eerder. En dan komt het inderdaad neer van ben je preventief bezig om gewoon sterker te worden. Want als je gaat kijken op latere leeftijd, iemand valt, breekt heel makkelijk botten. Ja. Hoe is dat te voorkomen? Letterlijk door gewoon jarenlang krachttraining te doen. En die botmassa gewoon sterker te houden. Want op een gegeven moment gaat die zwakker worden omdat je inactief bent. Ja. Blijf je trainen, wordt het sterker. Dus eigenlijk moet ik gewoon tot mijn negenste naar de gym gaan. Eet tot de dag dat je doodgaat, ah, okay, niet, ja. niet beneden tot de dag dat je doodgaat. Ja, nee, dat vind ik een mooi inderdaad. Ja. Oké, okay, um, maar zou dat dan bijvoorbeeld ook, uh, je zegt door uh, lage belastbaarheid, maar zou dat ja. bijvoorbeeld ook door uh, voeding kunnen komen? Dat, uh... Ik denk het wel, want inderdaad zit jij continu in een energietekort. Ja, dan maakt je, je lichaam wel zwakker. Dat is of eet je heel weinig eiwitten. Dus ja, gemiddelde Nederlander weet niet dat je 1,6 tot 2 gram eiwit per kilo moet eten. Als je gaat, als je gewoon iemand op straat aan zou spreken die niet met sporten bezig is, ga je schrikken hoe weinig eiwitten ze eten. Ze ja. hebben mensen eten maar 50 gram eiwitten per dag. Ja, dan ga je wel schrikken wat het voor je lichaam doet uiteindelijk. Want ja, je hebt geen reden voor spierherstel. Dus de spieren worden zwakker en zwakker en zwakker. Ja, doe dat jarenlang. Ja, dan moet je blasbereid natuurlijk super laag. Is de kans op blessures wel groter. Ja, klein zijstraatje in. Uh, jij zei dat Nederlanders heel eiwitarm eten. Denk jij dat dat ook een oorzaak is van veel nou, kwaaltjes, ziektes, et cetera? Indirect denk ik het wel. Ik denk wel dat het ook mee te maken heeft tot wat eiwitten duurder zijn. want als Je gaat kijken wat een kilo kipvleer een kilo rijst kost. ja, ja. Dat, dat mensen voor kilo rijst kiezen. Dus dat is het ook. Maar ook gewoon de Nederlandse recepten. De dingen waar we onpopulair staan. Stroopwafels, koolhydraten, pannenkoeken, koolhydraten. Ja. Ja, dat, er zijn weinig eiwitrijke dingen. Ja, uh, bij ons. Er zijn ja. niet heel veel weer de rijke recepten die echt Nederlands zijn ja we, nee. we, we hebben kaasdingen en kwark maar ja dat is niet ook weer hoog en vet uh, met kaas en zo ja, ja dat soort dingen dus dat maakt het wel lastiger ja ja oké okay. um, en uh, als je dan kijkt naar de blessures zelf um, wat, wat is de meest voorkomende blessure die jij hebt gezien in jouw coaching dat je denkt van oké okay, dit is de meest Schouder, schouders waarschijnlijk ja. wel echt iets met schouders <laughs> zoiets wat uh, bekend voorkomt ja en wat dan precies met schouders uh, sch nou, slijmbeursontstekingen komen echt best wel heel veel voor. Dan moet uh, ik wel zeggen, in coaching worden ze wel heel snel minder. Want we, zijn, we hameren echt op techniek, want ik ben van mening heel veel... Komt ...waardoor wel door techniek. Uh, die zie ik best wel, nou, tennis elleboog, golf elleboog zie ik best wel veel. Uh, bicep pace die ontstoken is, die komt ook regelmatig wel voor. Knieklachten, lijkt de die je geïrriteerd is aan de voorkant van je knie. Ja. Dat, dat soort blessures, die zie ik echt wel heel veel. Ja, één ding dat is lijkt ik maakte graf van de laatste grapje op Instagram van ja ik coach geen voetballers meer want ik, ik merk gewoon iedereen die een coaching krijgt met krachtsport en voetbal binnen een jaar gegarandeerd een blessuren <laughs> dus dat, dat is één ding wat ik ook gewoon doe met voetballen gaat altijd fout ja ja, ja. Ik, uh, ik zeg ook altijd tegen de meeste mensen je net 20 zo nog voetbalt kan je na 40 zie je niet afschrijven nou ja, ik, toevallig overmorgen gaan we een muscle camp geven in Leeuwarden. en uh, Joost eigenaar daarvan uh, van die gym. ja, dus die is in mijn coaching was goed bezig was, de mensen fysiek bezig, gaat voetballen met vrienden, pam knieband al gescheurd. Uh. Ja, dan denk ik ja, ik had je het kunnen vertellen van tevoren okay. dat het iets fout gaat, want ja, de blessure wat meestal fout gaat is inderdaad bij explosieve bewegingen. Je zal nooit een spier afscheuren met dit tempo. Dus als ik nu uh. heel langs mijn arm op en neer brengen, 6 seconden heen, zes seconden terug, Dan geloof ik niet een spier afscheuren. Wanneer gebeurt het? maar een explosieve weg, dus wat doe je met voor je rent naar een bal toe en dan gaat in één keer de andere kant, dus je stopt, je draait de andere kant. Op. Ja, dat is het zwaarste voor je lichaam wat er is. Ja, ja de, de kans dat je daar een blessure mee krijgt is best wel groot, want ja, hoe meer snelheid je maakt, hoe riskanter het wordt. Ja, 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 ja dat geloof ik graag inderdaad. Hey, en als je dan kijkt naar die uh, veel voorkomende blessures waarvan jij zei bijvoorbeeld de, uh, de steken in de schouder, ja. uh, wat voor oefeningen denk jij dat daar voornamelijk de oorzaak van zijn? Uh, Shoulderpressen denk nummer één. Dat, heel veel mensen zie ik nog steeds 90 graden bankje rechtop zitten ja, ja. en proberen een arm 90 graden op zijn naar beneden te krijgen met een dumbbell. Dat ik denk: als je die mobiliteit hebt, prima om te doen. Maar ik ken niet zoveel mensen die die mobiliteit hebben, dus dat denk ik. En dat is denk ik ja, denk een van de meest ge gemaakte fouten in de gym qua oefeningen. Ja. maar als je kijkt qua techniek, omdat ik verwijs jullie graag eventjes door naar uh, de top 5 schouderoefeningen met Frank en Blanke. Daar legt hij perfect uit. Dat je je bench een klein beetje schuin naar achter moet zetten. Elleboog een beetje tukken naar voren. Ja. Zodat je je schouder wel goed pakt. En niet overstrekt. En zoals dat je op ja, een bankje Maar Ik moet. denk, ja, die oefening is er een. Maar als ik al kijk hoeveel mensen een goede pull-down uitvoeren. Netjes bankdrukken, dubbel drukken. Ja, dat zijn allemaal variaties waar als je ze niet optimaal uitvoert voor jouw bouw. En daar helemaal niet over nadenkt. En maar gewoon aan het rammen bent. Ik geloof niet dat het direct de eerste training gelijk een blessure geeft. Maar doe dat tien jaar lang, twee keer per week. ...gaat het op een gegeven moment wel problemen een keertje geven denk ik. Van zeker als je dingen aan het doen bent die niet gaan. Zeker als je kijkt hoeveel mensen tegenwoordig op hun telefoon de hele dag zitten... ...dus met hun schouders extreem naar voren gaan zitten. Je hele houdingspatroon wordt anders. En jij gaat wel dingen proberen te doen. En dan ook nog eens kijken hoeveel mensen borst trainen ten opzichte van hoeveel rug ze doen. Want die verhouding is ook nog eens uit een beetje uit balans. Af en toe wel hè. Ja, dus dat soort dingen maken wel heel veel uit. Daar niet heel aan. En dan denk ik van ja, de kans is groter dat je dan inderdaad blessurekracht krijgt. Het is geen garantie, maar de kans is wel groter. Ja. En na schouders, wat zijn dan volgens jou de meest gemaakte fouten bij de meeste oefeningen? Uh, ik denk gewoon het uitlijnen van gewrichten. Dus als je gaat kijken van, neem even je arm als voorbeeld. In je onderarm heb je twee botten zitten en in je bovenarm heb je één bot zitten. Uh -huh. Dus het is een scharniergewricht in je elleboog. Dus in principe van, van, je, van je schouder naar je middelvinger zou je tijdens de oefening één lijn moeten hebben. Nou ben jij zelf wel op een punt gekomen dat je waarschijnlijk te breed bent om alles perfect in één lijn te kunnen doen op sommige machines. Ja, als je daar dus niet over nadenkt en je gaat gewoon klakloos zitten en je gaat gewoon trekken, ja, dan ga je dus op een gegeven moment in je elleboog ga je irritatie krijgen of in je schouder gevricht, Absoluut. Omdat je iets trekt wat niet kan. Want niet heel veel machines zijn aangepast voor iedereen. Ik ken al genoeg dames die je krijgt, waar ik echt lekker kussentjes moet verzinnen met yoga blokken, om ze überhaupt in de machine te krijgen. <laughs> als zij gewoon klakloos in de gym gaan zitten en dat gaan doen, gaan ze op krijgen, want ze passen niet meer zin. Dan heb ik ook gasten die gewoon lang zijn. Neem even Olivier van Musselmeet. Ja, Die ga je niet eens in een lekpres kunnen stoppen, want die is veel te lang van een lekpres. Dat past gewoon niet. Maar zelfde, hoeveel machines kan hij het werkelijk doen? Waar hij gewoon goed in past, niet. Want hij is gewoon te lang. Ja. Dus ook bij hem is het heel goed kijken, wat zou hij eventueel kunnen doen? Wat veilig is, want er zijn genoeg dingen die hij graag zou willen doen, maar waar hij gewoon nooit in gaat passen, omdat hij gewoon veel te groot is. Nou is hij zo lang geworden dat het gewoon niet meer past. Maar er zijn mensen die net op het grensje zitten, wat eigenlijk niet meer ideaal is. Die denken, oh ik pas er nog wel in. Ja, dat is op een gegeven moment ook vraag en probleem. Ja, oké. Okay. Um, wat denk jij dat de beste manier is om blessures te voorkomen? Of eigenlijk preventie? Nou, als je gaat nadenken van hoe komen acute blessures dat is snelheid? Sowieso je snelheid aspect misschien iets langer maken. Dus dus niet stuiteren. Niet, ja, niet stuiteren. Dat, als je dat eruit had, ik denk de beste tip die ik aan iemand gegeven aan het begin van het einde van de beweging hou een seconde pauze. Want op dat moment haal je het snelheidsaspect... waarbij je echt op het elastische wezen van een spier aan het veren bent... haal je er compleet uit... Ja. door de kans om een heel stuk minder wordt als je dat alleen als zou toevoegen. En waarschijnlijk bij je spiegel bij je automatisch veel meer door alleen die tip toe te passen. En dat is een makkelijke tip, want je kan het heel technisch gaan maken, maar dat iedereen snapt wat dat betekent. Ja. Dat is denk ik één. Uh, en de andere is inderdaad wel kijken van oké, okay, voelt het oké? Okay? Want als je gewoon denkt van ik krijg continu al steken pijn en dat soort dingen, pijn is een niet per se dat het gelijk slecht is, maar het is wel een reactie op het lichaam dat het aangeeft. Van, dit is niet goed op lange termijn. Want als je pijn krijgt, is dat letterlijk een waarschuwing van je lichaam. Dus dan daar, daar wel naar luisteren en niet eigenwijs doorrammen. En dan, dan krijg je hetzelfde Ja. Hey, sorry dat ik deze video onderbreek. Maar de kans dat jij supplementen bestelt is best wel groot. En dat kan je het beste doen via de Sportmoeder app. Want daar pak je de lekkerste korting en betaal je nooit meer te veel voor jouw supplementen. En maak je ook nog eens maandelijks kans op 10 keer een cashback. Waarbij we 10 mensen hun bestelling volledig terug gaan betalen. Kijk lekker verder. Oké. Okay. Um, en nou ja, stel dat je nou, last hebt van uh, nou, een blessure. Hoe kan je dat het beste behandelen? De meest natuurlijke reactie is, denk ik, om naar de fysiotherapeut te gaan. Nou, nou, kijk, het licht eraan wat voor blessure is. Het een chronische blessure die door langdurige dingen gekomen is. Of een acute blessure. Als het acute blessure is, eerst 48 uur rust. Want heel eerlijk, de eerste 48 uur kun je niks doen. Dus wacht al 48 uur. Ga ook niet eigenwijs nog even trainen. Blijf gewoon lekker thuis zitten. Dus dat is één Vollediger ding. Volledige rust. Ja, bijvoorbeeld nou, een collega van ons die had van de week had zijn auto-ongeluk uh, auto gehad, weggekleem met de uh, met de auto tegen een andere auto aangeknald. Last van de nek. Dus ik zeg ook, eerst 48 uur, doe maar gewoon helemaal niks. Want het enige wat je in die periode kan doen, het letterlijk erger maken. Dus dan weet je pas hoe erg het daadwerkelijk is. En dan kan je inderdaad kijken: ga ik naar een specialist toe. Ja. Te kijken van wat ik daadwerkelijk kan doen. Maar dan voel je ook wat de klachten zijn. Dus natuurlijk, zodra het gebeurt. Laat er iemand naar kijken. Dus dan ga je waarschijnlijk wel naar het ziekenhuis. moeten. Als het echt heel heftig is. Maar anders inderdaad, geef het 48 uur en ga dan kijken. Inderdaad, wordt de pijn aanzienlijk minder. Of blijft het zo erg? Ja, dan ga je inderdaad sowieso hulp nodig hebben. Ja, oké. Okay. Denk jij dat we genoeg goede specialisten in Nederland hebben voor de blessures die er zijn? Ik denk dat ze er wel zijn. Ik denk alleen dat het schaars is. Ja. Dus ik denk dat je heel goed moet zoeken. Dat denk ik wel. Want ik ben wel van mening dat er een hele hoop mensen in Nederland zijn die. Allerlei behandelingen aanbieden die eigenlijk geen idee wat ze aan doen zijn. Of die een visie hebben die al jarenlang verlopen is. Dus dat denk ik wel. Want als ik gewoon kijk hoeveel er in de blessurepreventie preventie of even, uh, revalidatie veranderd is in de afgelopen jaren. Ja heb je in de afgelopen derde jaar nooit bijgeleerd. Dan gaat het in mij. Dus ik zou heel graag willen dat bijvoorbeeld voor fysio's er elk jaar verplicht een toets is. Die ze moeten halen. Waarbij ook nieuwe dingen terugkomen. Ja, dat zou, dat ik zou, wel ik ook voor, vinden. zou ik ook voor personal trainers vinden. Van doe maar gewoon elk jaar. Een, uh, on, een test wat je moet halen om je status te houden om trainer te mogen zijn. Want uiteindelijk is het iets. Er komt nieuw onderzoek uit. Het is niet verkeerd om up-to-date te blijven. Dat stelde, dus, Je gaat niet een hartchirurg vinden die niet elk jaar een, iets moet doen om zijn kwalificaties te laten zien. Van hé, hey, ik ja. weet nog wat je aan het doen bent. Want je wil geen hartchirurg ja. hebben die 30 jaar geleden een diploma heeft gehaald en daarna nooit meer bijgeleerd. Die wil je niet ja. hebben. <laughs> dus dat denk ik ook wel van heel veel vakken in Nederland. Het is niet erg als er gewoon continu testen zouden zijn. En in mijn optiek volgens mij gebeurt dat niet zover ik weet. Nee, dat uh, denk ik ook niet inderdaad. Oké, okay, um, en nou ja, voor het uh, behandelen van die, um, nou, van die blessures, uh, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje het achteraf, uh, of nou, het met de kraan open. Uh, als je zou denken aan tips voor mensen uh, naast die snelheid uh, van de herhaling, ja. uh, wat zou jouw tip zijn om blessures te voorkomen of eventueel misschien zelfs te herkennen? Ik denk, jezelf filmen in de sportschool is misschien een van de beste dingen die je ooit kan doen. En dan niet van voren of van achter filmen, want dan zie je echt dit onder. Film van de zijkant, zodat je letterlijk je... Als je, eigenlijk, als je een video van de zijkant maakt, je wil je enkel kunnen zien, je wil je knie kunnen zien. Je heup en je schouder wil je sowieso zien kunnen bewegen. Als je dat ziet, ziet het er natuurlijk uit of ziet het er gewoon heel raar uit? Want dan kan je waarschijnlijk al dingen gaan herkennen van... Oké, okay, ik doe iets niet goed, want het ziet er niet heel goed uit. Dat is punt één. Je krijgt herkenning van oké, okay, dit ziet er niet heel goed uit. Hoe je dit dan moet oplossen, dat is misschien wel technisch inderdaad. Maar dan, kan je, dan heb je tenminste iets... Ik doe nu dit, kan iemand mij helpen daarmee? Want dan heb je tenminste echt beeldmateriaal waar je echt gerichte vragen kan stellen. Want veel mensen zeggen, ja, het voelt niet lekker. Ja, wat voelt er niet lekker? Wat gaat er? Maar dan, dit doe ik op dit moment. Kunnen we dit verbeteren? En dan kan je gericht vragen stellen. Dus ik denk dat dat de meest makkelijke is. Die ook toepasbaar is, tenminste voor iedereen. Want anders wordt het heel technisch gelijk. Dus ik denk dat dat eentje is, dat gewoon heel slim is. En ik denk, ja, dan mensen ja, nog meer tripods en nog meer telefoons in de gym. Ja, in dit geval maak je hem nuttig, denk ik ja. dan. Ja, hmm. oké. Okay. En um, hoe kan je een blessure zeg maar, voelen aankomen? Want ja, je zegt van het is een irritatie van een lange, lange tijd. Op een gegeven moment is het toch wel een punt dat je het kan herkennen dat je denkt. oké, okay, moet ik kappen. Ik, ik, ik denk dat je het wel merkt. Neem bijvoorbeeld heel veel mensen gaan wel eens door hun rug heen. Ik ben van mening, daar ga je niet zomaar doorheen. Vaak voel je al een beetje aan, oh, ik voel me niet heel stabiel vandaag. Ik ben gewoon wat kwetsbaarder. En dan gaat het fout. Dat is over het algemeen. Dat het, dat je, niet als je je top voelt, ga je in één keer een blessure krijgen. Dat gebeurt meestal niet. Het, vaak is het, dus vaak je misstabiliteit. Dus Neem even een oefening die je gaat doen. Je pakt het gewicht vast. Je trilt al bijna gelijk. En je denkt, voelt wel een beetje raar vandaag. Dus dat is het. Maar ook bijvoorbeeld gewoon te grote stappen nemen. Bijvoorbeeld die uh, bekende video van iemand die een klein benchpress bench press doet en die, zijn hele borst was. Ja. ja. Die deed gigantische sprongen. Die ging volgens mij van 60 naar 100. Ging ze 140 en zo ging ze omhoog. Ja. Dat zijn niet de slimste stappen om te nemen. Dat is wel een heel groot gat in één keer. Mm. Dus ga niet in één keer een set met 20, 30, 40 procent verhogen elke keer. Dat, tenzij het een heel licht gewicht is. Maar met dat soort gewichten denk ik van ja. Dat is wel veel, want zij deden bijna verdubbelen van het gewicht. Ja, ja. ja het dus dat, dat zijn dingen waar het fout gaat. Maar ook als je denkt van, ja, ik kan geen spanning houden. Dus stel ik zo naast je sta en ik roep echt stop. Moet je het gewicht kunnen controleren. Kan je dat niet, controleert het gewicht jou. En dat is vraag om de <laughs> Ja. Hey, sorry dat ik deze aflevering onderbreek. Maar deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Body Fit. En dankzij de sponsoring van Body Fit kunnen jullie deze content gratis aan blijven bieden. Wil je nou bij Body Fit bestellen, staat er een kostcode in de app. Of op sportpoeder.nl, dus uh, dan bespaar jij weer lekker en uh, geniet lekker verder van deze aflevering. Ja, oké. Okay, um, en we hebben het dan voornamelijk over bovenlichaam gehad. Wat zijn de meest voorkomende blessures in het onderlichaam? Ja, ik denk toch echt wel irritatie, Die zie ik echt heel veel. En hoe ontstaat die? Want zoals Frank al zei, dat is zeg maar de, de, de aanhechting van je quadriceps naar je onderkant van je benen en aan de voorkant van je knieën. Ja, misschien benen in de buurt, ja. ja. Ja, waardoor die exact ontstaat. Dat, ja. Deel zal misschien inderdaad te veel in 90 graden hoeken stoppen zijn. En daarvan uit wegdrukken, waardoor er echt superveel druk op dat punt komt. Dus dat zou er eentje zijn, dus dat je inderdaad te veel gewoon in 90 graden hoeken traint. Dus dat is niet opletten met uitleiding. Dus een makkelijk voorbeeld is een leg extension. Eigenlijk, als jij boven bent in een leg extension, je benen zijn gestrekt, zou je, je knieschijf naar het dak moeten wijzen. Maar om de weg naar beneden toe, als jij terugzakt, zou je naar het dak moeten blijven wijzen. Heel veel mensen laten hun, hun, hun femur, hun bovenbeenbod los, waardoor die naar buiten roteert, waardoor die knies gaat draaien, waardoor dus heel veel stress op, dat, op, die, op die base komt als je naar beneden gaat. Dus daar zitten ook heel veel klachten komen die vandaan. Dus het heeft vaak te maken inderdaad van, altijd met een lekkul. hou je je knie schrijven naar het dak toe, terwijl je de hele beweging doet. Dus niet alleen het begin en het einde, maar gedurende de hele beweging. Dus het is vaak met uitleiding heeft het wel te maken van hoe je het daadwerkelijk doet okay. en afstelling van de machine is van, niet elke machine is heel goed afgesteld. Je nee. moet je wel goed over nadenken: van, staat die goed? Want anders kan die inderdaad ook irritatie geven. Dus ik denk, dat zijn de meest voorkomende die ik kan zien. Er zullen vast nog wel andere redenen zijn. Maar ja, dat was met de vraag van ja, wat is, is dat inderdaad te veel met snelheid zakken en dan die klap opvangen? Het zal er ook mee te maken hebben. Ja, ja. ja want uh, jij hebt uh, ook wel eens een keertje in een uh, voor mij hebben we dat toen een keertje tijdens de trainingsvideo besproken. Of ook al een paar keer in de podcast. Is dat als je stuitert, uh, dan doe je eigenlijk een best wel een groot beroep op je gewricht, want je hebt een soort elastiek in ja, je gewricht zitten. Nou, op je, aan het einde van je spier is elastisch. Ja, dat is dus ja. dat. dat deel. Dus daar geef je een behoorlijke klap op. Dus bijvoorbeeld, neem Nick Walker. Ik sprak hem toen vooral vorige week. en Die heeft dus hamstring afgescheurd vlak voor de Olympia. Ah. Ja, dat gebeurde dus, in dat hij zegt, ik deed een smitmachine RDL en ik ging naar beneden toe. En ik ben beneden en ik wou in één keer gewoon, trok hem best wel hard omhoog. En daardoor ging het fout ja, dat zijn dan de dingen. Dus dat zijn vaak van die beweging van een spinmachine, stuurt je op hard in een paalhoek, dus je krijgt een behoorlijke stretch. Maar doe je dat met iets te veel snelheid, want ja, je bent gehyped in in bijna Olympia, gast, ik ga weer. Ja, dus dat dat zal misschien iets mee te maken gehad hebben. Ja, dan gaat het best wel riskant worden. Ja, oké. Okay. Um, en nou ja, wat betreft blessures, um, ja, het is heel makkelijk om gelijk weer daarop terug te komen, maar uh, goede voeding is natuurlijk absoluut belangrijk, ja. rust ook anders kan je niet herstellen van de stress die je op je lichaam geeft. Is er een bepaalde supplementatie waarmee je blessures dus zou kunnen voorkomen? Niet, georgd, niet de... voorkomen. Dat voorkomen? Niet ja. echt. Je kunt het herstelproces iets versnellen met sommige supplementen, dat weet ik wel. Stel, ik snij nu mijn hand even mijn onderarm helemaal open. Dan heb je eerst als je in een bond komt, heb je eerst naar het buiten heb je weefsel dat een beetje doodweefsel is. Dat is weg moet gaan voordat de bond kan helen. Neem je antibiotica, die vertraagt dat proces. Omega-3 versnelt het proces bijvoorbeeld. Hm. Dus heb je echt acute schadebonden. Omega 3 is iets wat je dat, als je dat iets hoger doseren, dat kan dat proces iets versnellen. Dus dat zijn bijvoorbeeld dan iets wat positief is, wat ik denk dat voor de meeste mensen zonder wat te doen. Iedereen met slechte techniek die bench, die gaat gelijk omega 3 suppleren. Nee, nee, dus het is niet preventie, het is als het fout gegaan is. Ja, dus, precies. Dus dan, dus, maar echt iets nemen dat ik denk van oké, okay, dat gaat echt wonderen doen om de te voorkomen. Nee, dat bestaat niet. Dus nee, die dingen zijn er niet echt dat je dat kan verbeteren, denk ik. Want ik denk zelfs als we je goede man nemen, gaat het nog niet. ...effect geven daarvoor, ja. Er wordt toch wel altijd vaak gezegd dat als je uh, anabole steroïden gebruikt bijvoorbeeld... ...dat je dan sneller herstelt of minder snel... Uh, ja, of dat het herstel. Ja, je herstelvermogen wordt groter... ...alleen je kracht wordt ook zoveel meer dat je spieren wil meegroeien... ...maar je aanhechtingen niet. Dus je zou eigenlijk dan ook ja. moeten hebben dat je aanhechtingen sterker maakt. Daar zijn, in hetzelfde tempo is er niet iets wat bestaat. Dus daar zit wel een heel grote kant van. Je kunt meer liften dan je denkt inderdaad... Alleen, je aanhechtingen kunnen dat nog niet, dus de kans dat daar dus een spierscheur ontstaat, is dan best wel groot. Ja. Oké. Okay. Um, ja, wat, wat zijn de, jouw top vijf oefeningen waarvan je zegt, hier krijg je blessures? Of de top vijf oefeningen van jou als personal trainer waarvan je hebt gezien, hier komen de meeste blessures van? Shoulder press had je al gezegd. Ja, shoulder press sowieso één. Bankdrukken met verkeerde techniek. was dus... Barbell, dan neem ik aan. Barbell, barbel, barbel, ja, ja bankdrukken, ja. Deadlifts, zoveel mensen die daar... Katterruggetje. Ja. Dat, dus dat is er eentje. Uh, dus eigenlijk alle, eigenlijk wel alle hip-hinge variaties met deadlifts. Ook een Romanian deadlift. Als je die fout doet, een lekker deadlift. Maakt in principe dat er zich niet uit. dus Die zie ik best wel veel. Uh, ik denk skullcrushing variaties met een vaste stang. Dus dumbbells van me wel mee. Een easy bar naar een gewone stang, daar heb ik er echt wel heel veel mee gezien. Uh, Alles wat je ontmoet heb ik voorbij de fysio gezeten. Ja. <laughs> toen ik begon met trainen, toen had ik ook altijd heel erg dat ik uh, met tricep wilde je gewoon zwaar gaan. Het lukt ook wel. Alleen omdat je je elleboog in zo'n bepaalde gefixeerde ja. positie houdt en je pols ook en het duimpje netjes om de stang heen doet zoals dat op het plaatje staat. Ja. Ja, toen heb ik er drie keer achter elkaar met de fysio ja, gezeten. ik heb ook vroeger, ik weet nog dat we gingen om de bank voordeur in raad bankdrukapparaat zitten en dan gingen we gewoon met 90 kilo, gingen we schoolcrushen doen met de stang. Ja, dat is echt vraag om elleboogpijn. Dat nee, is echt, ja, ja. dan denk je, ja het lukt toch? Ja, maar de volgende dag kan je helemaal niks hè? En dat was niet heel slim. Nee. Dus uh, ik denk dat die wel heel groot is. Uh, ja, ik denk. Ja, met squat de rug die zie ik ook best wel veel koren voorkomen. Dus dat is er eentje die wel is. Dus dat een beetje in die richting ga je wel kijken, denk ik. Ja. ja, voor mij wat voor mij heel erg een oplossing is geweest voor de mensen die het luisteren en denken van joh, ik zit stuk je misschien ook een beetje bij. Uh, heel veel dingen unilateraal gaan trainen. En kabel. Ja, kabel. Heb je kabel alles is wel echt gehoor. een stuk veiliger, maar je constante spanning. Ja. Dus je gaat niet het zwaartekrachtprobleem maar dat gewicht een keer vol valt. De spanning blijft gelijk. Dus daardoor wordt het wel een stuk vriendelijker voor je gewrichten. Ja. Ja, natuurlijk valt er altijd wel wat te zeggen van kabel of dumbbell. Uh, het ja. Niet alles met dumbbell is beter of niet alles met kabels beter. Ja. Er zat een beetje een tussenwerk. Uiteindelijk is het ook van ja, doe je te veel hetzelfde bewegingspatroon, krijg je ook slijtage. Dus je ja. moet af en toe wel iets van het bewegingspatroon soms aanpassen. Als je inderdaad irritaties krijgt, dus dat bestaat wel. Al moet je wel veel, heel veel doen, maar die dingen zijn er inderdaad ook. En over slijtage. Zijn er bepaalde dingen um, in de gym waarvan jij zegt van oké, okay, deze oefening zorgt echt voor. Het verlies van kraakbeen op lange termijn of iets niet trant. Als je hem goed genoeg fout uitvoert. Er zijn wel oefeningen dat ik denk van als je het logisch na gaat denken is het niet enorm slim. Dus we hebben bijvoorbeeld van dames op Instagram zien wel eens van die lekpressen doen waar je helemaal schuin gaat zitten in die lekpressen... en dan dat weg gaat duwen. Ja, ja. ja, als je gaat kijken naar je bovenbeenbot en de uitsteeksel van hoe dicht die langs die heupkom gaat komen. Hetzelfde is als je bijvoorbeeld een side race doet en je draait dat je duim naar beneden en je pink omhoog. dan denk je, Ja. Hij schraapt bijna langs je schouderkapsel. Dus dat zijn bewegingen dat ik denk van, is dat heel slim om te gaan doen? Mm -hmm. Laat zich heel veel guillotine presses met zo'n stang. Ja. Waar je echt zo super hoog zit. Dan denk, ik, heeft het effect? Waarschijnlijk wel. Maar ga dat jaar in jaar uit doen? Weet ik niet of dat het slim is voor je lichaam. Zelfs als bijvoorbeeld achter je nek uh, pull downs doen en dat soort dingen. Dan denk ik, heb je de mobiliteit niet? En ga je dat soort dingen, dan denk ik dat het best riskant is om dat op lange termijn doet. Eén keertje keer geen probleem. Maar ga je dat elke week doen? Jarenlang? Ja, dan misschien wel. En denk je ook dat, uh, uh, want we hebben natuurlijk een tijdje terug uh, tijdens een bulking video het uh, gehad over uh, nou, een trainingsblok van 10 tot 12 weken. En dan zeg je van je moet een week doen. Ja. Als je een week niet doet, is de kans op blessures dan ook aanzienlijk groter. Op een gegeven moment wel. Want als je echt zo, uh, zeker als je gaat blijven opbouwen, opbouwen, opbouwen. Op een gegeven moment doe jij meer dan waarvan je kan herstellen. Mm -hmm. Dus je komt tijdelijk even in overreaching, dat dus kan positief zijn. Maar blijf je doorgaan, dan kom je in overtraining en dan wordt het blessures wel heel groot. En je gaat op een gegeven moment gewoon merken van je lichaam herstelt niet. Dus als je op een gegeven moment aan het trainen bent en je merkt van hé ik kom eerst 40 kilo dumbbell, keer achterhaling en nu kan je nog maar drie keer en dan ga je toch eigenwijs nog een keer 40 kilo pakken, ja, dat is op een gegeven moment de vraag op een, om blessures. Dat je gewoon letterlijk niet meer herstelt. Ja. Dus dat is wel iets wat heel belangrijk is. Als je niet meer is de oude prestatie haalt die je deed en je blijft eigenwijs gewoon doorrammen, ja, dat is op een gegeven moment volgens mij gewoon een vraag om blessures. <laughs> ja, wat is, uh, denk je volgens jou, nummer één oorzaak van blessures? Ik denk inderdaad dat mensen te veel willen doen. Te veel met te veel snelheid. Te veel met te veel snelheid. Dat zijn twee antwoorden eigenlijk. Ja, maar snelheid is waarschijnlijk één, dat mensen echt veel te explosief bewegen. Dus. Denk ik ja, veel ik mensen... denk dat dat er eentje is waar, waar heel veel mensen eigenlijk niet bewust van zijn dat dat zo is. Ja, als ik gewoon kijk van vandaag twee trainingen gegeven vanochtend van mensen in één keer Allebei de eerste, eerste herhaling die ik zie, denk van. heb je haast? waar moet je naartoe? Dat ding vliegt bijna. Er is steeds nul spanning op. En dat is eerst eerste oké. Okay, we gaan hem eerst eens met controle en spierspanning doen. In plaats van hem gewoon van A naar B gooien. Veel mensen trainen als een powerlifter. Ja, als je één rep doet, prima. Maar het was een, de eerste oefening was een curve Letter race dat die jongen deed. Dus dat is inderdaad voor je schouder. Die oefening werkt totaal niet met snelheid. Ja. Dus daar wil je wel over nadenken. Dus dat is één ding wat me gewoon gigantisch opvalt altijd. En ja, andere die ik denk is zit gewoon niet nadenken over de startpositie. Want de meeste blessures komen vaak omdat je gewoon niet goed staat in de startpositie voordat je een oefening gaat doen zelfs als je gaat benchen, als je fout op die bank gaat liggen. En dan kan ik je elke cue in de wereld geven. Maar als je gewoon verkeerd ligt, ga ik je nooit goed krijgen. Of zelfs als je gaat squatten en je staat gewoon niet goed, Ja, dan gaat het niet fout. Zelfs met deadlift. Als je gewoon niet in de juiste positie start, kan je ja. elke cue in de wereld geven. Dus bewust ook bezig zijn. Niet alleen maar gewoon. Ik zie zoveel jongens die lopen naar een apparaat toe, die pakken hem vast en die gaan gelijk beginnen. En die denken nog geen seconde na van waar sta ik ten opzichte van de machine? Voordat ik begin. En ik denk dat daar heel veel mis te boeken is. Ja, oké. Okay. Ja, mochten jullie uh, denken van joh, uh, ik uh, kan een beetje techniek uh, hulp gebruiken, we hebben best wel wat video's op ons YouTube kanaal staan met Frank. Dus uh, die kun je sowieso ook nog even terugkijken. Um, ja, Frank, ik denk dat we het onderwerp Blessures uh, uitgebreid en uh, goed besproken uh, hebben. Ja. Uh, ik uh, hoop dat de luisteraars er wat aan hebben gehad. Ik denk het wel. Ik denk vooral dat die snelheid een uh, belangrijk onderdeel is geweest. Heel veel mensen dat onderschatten, dus stop met stuiteren. Doe dan maar op een of ofzo. Ja. Uh, dus uh, ja, Frank ontzettend bedankt weer uh, voor jouw uh, kennis en expertise. Uh, volg Frank natuurlijk eventjes op de socials. Check ook zijn YouTube kanaal. zijn staan heel veel nuttige video's op. Uh, abonneer en like. En uh, tot de volgende keer weer. En een uh, groeidag nog verder. Alle mensen worden fit. Full body Sportpoeder is Hey, super tof dat je de aflevering hebt afgekeken. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Pony Fit. Dankzij hun sponsoring kunnen we deze content blijven maken voor jullie. Wil je daar nou bestellen? Kan dat via sportpoeder.nl of in de Sportpoeder app. En dan hebben wij een lekkere kortscode voor je klaarstaan.